Nog een paar dagen en dan mogen de inwoners van het land van Heusen en Altena naar de stembus voor een nieuwe gemeenteraad. Ik ga doen wat ze me vragen te doen. En dat was campagne voeren. Minister Carola Schouten op campagne in de toekomstige gemeente Altena. Op campagne voor die andere Schouten, jongere zus Marianne. Ja, ik wil sowieso natuurlijk de campagne van de ChristenUnie ondersteunen. En hij is helemaal speciaal omdat mijn zus op 2 staat. De gezusse Schouten. Daar ben ik ook erg trots op. De een minister van Landbouw, de ander politiek lokaal actief. En allebei niet op hun mondje gevallen. We praten vragen veel en ja, weet je, als je zo'n zus hebt, dan leer je wel stevig discussiëren. En discussiëren over politiek doen ze ook onderling. Haagse besluiten versus lokale realiteit. Wij hebben ook wel discussies over beleid, hoe dat precies uitwerkt in de praktijk op lokaal niveau. Bijvoorbeeld rondom de zorg. Het is best wel gedecentraliseerd. Nou, is het niet gelijk iets waar ik over ga, maar we hebben daar natuurlijk wel gesprekken over wat zij ziet hoe dat gaat. Dus het is een goede wisselwerking, denk ik. En natuurlijk is er altijd die ene vraag aan die andere zus. Bent u de zus van? Ja, natuurlijk wel heel vaak. Maar dan ben ik altijd trots. Want als u Carola bekijkt, dan is er echt een vakvrouw die bezig is. En als ik dan met haar vergeleken word, dan ben ik alleen maar trots. Twee zussen, allebei in de politiek. Zus Carola in de Haagse Eredivisie. En zus Marianne bij de lokale amateurdivisie. Hoor ik nou spreken over de amateurdivisie? Ja. Nou, dat is wel echt lokale politiek. Het is dus de topper, hoor. Dit is zeg maar een beetje het kozakkenboy, zeg maar, van het gebied. Altena mag woensdag naar de stembus. Naast Marianne Schouten van de ChristenUnie kan er ook gestemd worden op 7 andere partijen met tientallen kandidaten.